Op die 20 euro die zitten kan je al koud genoeg gaan. We leven in 2019. Kunst wordt altijd vandaag nog altijd gekoppeld met signatuur, met individualiteit, terwijl we tegelijkertijd in een wereld leven waar er heel wat dingen aan de orde zijn, waar de wereld groter is geworden, waar er meer migratie is, waar er globalisering is en waar er ook eigenlijk nood aan dialoog en samenwerking is, ook tussen kunstenaars. Niet alleen tussen kunstenaars, maar ook tussen kunstenaars. En vandaar is deze tentoonstelling, Correspondance, zoals het woord het ook zegt, eigenlijk een zoektocht geweest van hoe kunnen kunstenaars zich tot elkaar verhouden, hoe kunnen kunstenaars van verschillende culturele omgevingen, hè, want we springen van Irak naar Nepal, naar Duitsland, naar België, hè, naar Zuid-Afrika, hoe kunnen kunstenaars uit verschillende omgevingen elkaar vinden in hun verschil en hun gelijkenissen. En daar is natuurlijk in een wereld die geregeerd wordt door het digitale, door computers, door internet, door e-mails, hè, door iets wat echt afstandelijk is, daar is het natuurlijk prachtig om een kunstenaar als Ronnie Derlu eigenlijk te gaan prikkelen en uit te nodigen. Iemand die een tekenaar is, die zijn dagboeknotities is, ervoor te zorgen dat hij eigenlijk zijn tekenen opent naar anderen, naar andere plekken en dit op een heel bijna ouderwetse, anachronistische, traditionele manier, namelijk vanuit het schrijven, het tekenen van een brief. Een brief dat een kunstwerk kan zijn, dat een document kan zijn, dat een spoor kan zijn, dat een herinnering kan zijn, maar dat in de eerste plaats eigenlijk is een reactie is, een uitnodiging is om de andere kunstenaar uit te nodigen om te reageren. En dat heb je in de tentoonstelling, een ontmoeting met die kunstenaars en telkens, zeg maar, die dialogen, alsof het een spel is, alsof het een soort tennismatch is, waar iedere kunstenaar op een andere manier de bal terugslaat naar Ronnie en Ronnie terug die bal naar de andere terugslaat, met een verfijning, met een finesse, gaande van Mitoussen, die bijna een vraag stelt over de relatie tussen man en vrouw, tussen de derde wereld en de eerste wereld, die bijna gewoon Ronnie zijn tekeningen kalkeert en kopieert, tot een Roger Ballen uit Zuid-Afrika die cut-outs neemt uit de tekeningen van Ronnie en die collageert in zijn foto's, tot Salamat Sabri uit Bagdad, uit Irak, die werkelijk uitgebreide lamenten schrijft, getuigenissen over zijn leven, over zijn tristesse in Bagdad, en daar echt in een soort heel diepe correspondentie met Ronnie gaat, tot Christine Remakelen in Brugge 2002, waar een dame met een beperking, die zwaar gehandicapt is, interfereert op de tekeningen van Ronnie, enzovoort enzovoort. Eigenlijk een tentoonstelling die een uitnodiging is, een genereuze uitnodiging is, om ook de notie van wat het betekent om kunstenaar zijn uit te breiden, verder te gaan zien dan alleen dat wat een kunstenaar maakt en waar hij zijn handtekening onder zet. Als je de tentoonstelling betreedt, het eerste wat je ziet is een grote blauwe tafel, alsof het een zee is, alsof het een meer is, hè, waar je zelf kan beslissen, ga ik daar gewoon een pootje baden of ga ik me daar echt laten in verdrinken. En als je die tafel leest, dan zie je dat het een archief is, dat dit de biografie van een leven is, dat dit ook een soort spoor is van alle bronnen of alle inspiratiebronnen die voor Ronnie als kunstenaar belangrijk zijn. Dan zie je daar eigenlijk catalogen van hem liggen, dan zie je daar notities liggen, zie je daar foto's van zijn moeder liggen, zie je daar kunstwerken liggen.
eigenlijk kom je meer in contact met de kunstenaar. Gaat het meer over Ronnie Delarue als individueel kunstenaar dan mocht je een tentoonstelling hebben waar je alleen zijn werk zou te zien krijgen. Dus eigenlijk is het een vraag, is het ook een uitnodiging naar de bezoeker om ons ook eens af te vragen, wat betekent het om kunstenaar te zijn? Is een kunstenaar iemand die alleen dingen maakt die we dan omschrijven als een sculptuur of een schilderij of als een tekening of als een object of als een collage? Of is kunstenaar zijn eerst en vooral een manier van in de wereld staan, een manier om een relatie aan te gaan met de wereld waarvan je deel uitmaakt en daarbij ook eigenlijk komt tot het toetsen van je eigen identiteit? En dat is wat deze tentoonstelling eigenlijk doet, het kunstenaarschap openplooien, het kunstenaarschap eigenlijk transparant maken in al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Vanuit zeg maar, de grenzeloze groei tot de beperking als een vorm van stilstand.